In Europa leven miljoenen mensen uit tientallen culturen naast elkaar. In hetzelfde land, dezelfde stad, dezelfde straat. Toch lijken we steeds verder van elkaar af te staan. Als ergens het verschil tussen de culturen duidelijk wordt, dan is het wel in de winkelstraten. Het is bij uitstek de plek waar de integratie plaatsvindt. Maar wat betekent die integratie nou in de praktijk? Smelten de culturen samen of leven we langs elkaar? We gaan op zoek naar antwoorden in de multi-etnische winkelstraten van Europa. Soho Road is een van de hoofdwegen naar het centrum van Birmingham. De straat ligt in de wijk Handsworth, die al tientallen jaren wordt bevolkt door verschillende culturen. De eerste bewoners van buiten Engeland kwamen uit het Caribisch gebied, met name Jamaica. Een van die Jamaicanen is Hector Pinkney, die al meer dan 30 jaar op Soho Road te vinden is. Well, I do a lot of activities. It's called unity within the community. You see what I'm saying? I do running, I do karate, I do swimming. I try to educate young people into taking it to the next level. To go to school to learn the rules, to go to college to gain the knowledge. Don't end up in prison because you might be eating the porridge. Yeah. You know what I'm saying? I just tell it like it is. De Davis West Indian Bakery is nog een van de weinige Jamaicaanse winkels op Soho Road. We got a variety. We got banana, we got lemon cake, carrot cake, Jamaican fruit cake, cornmeal pudding and sweet potato pudding. So you got a whole bunch of different ones to choose from. Annika is 30 jaar. Ze heeft een zoontje van 2. Sinds haar 18e werkt ze in de bakkerij. We do these fresh every day. Customers buy lots of these. It's like a tradition in Jamaica. Samen met haar moeder Maria runt ze de bakkerij die haar grootvader ooit begon. What I think we could have done a lot better than what we are doing now. We are like a minority in the communities. It's like you have lot of Asian businesses.